een weegschaal. Tegenwoordig ga je naar winkel, je koopt alles en je pakt het staat precies op. Maar vroeger was het niet zo. Als dit precies in het midden was, dan wist je precies hoeveel geld. Nou, dit zijn erwten. En dan gaan jullie gaan vandaag erwten wegen. En ik wil van jullie 50 gram erwten. En dan heb je hier een blok met gewichten, 500, 200. Nou, en dan wil ik 50 gram erwten. Testies. Ja, helemaal goed. Je zet je daarop en moet je kijken wat er dan gebeurt. Nee. Ik zet hem daarop. Hop. Hop. Hoe kunnen we, maar hoe kunnen, ja, hoe kunnen we gelijk maken? Hetzelfde, hè? Ja. Wat ga je hier dan in doen? 50. Ja, 50 gram erwten. Nou, probeer het maar eens. En dan moet je dit in de gaten houden. Ja, dan moet je maar zien. Kijk, hij moet zo gaan worden, maar hij doet nog helemaal niks. Dus doe ik nog wat meer. Ja. Nog meer. En blijven kijken. Kijk, nou moeten jullie eens goed opletten. Kijk. Kijk, nu gaat hij bewegen. Maar hij ziet, je gaat nog veel meer die kant op. Dan die kant. Dus er moet nog een klein beetje bij. Kijk, nu gaat hij ongeveer even ver. Wat ze dan vroeger deden was hem even vasthouden. Kijk, en nu zie je dat hij bijna... Ja, zie je dat? Nou, zie je eigenlijk gelijk. Dus wat zei de winkelier dan? Nou, ik heb 50 gram erwten voor u. Dan haal ik het gewicht eraf. Zet hem weer netjes terug. En wat gewicht was je deze? Ja, dat is dan 10 keer zoveel, dus dan heb je zo'n bloed erwten. Nou, dat gaan we vandaag even niet doen. Nou. Kijk, en dat is het. Ja, maar. Kijk, en dan deed ik dat. En dan haal ik het zakje netjes weer. Dan zei hij, kijk. Alsjeblieft, 50 gram erwten. En dan voer je ermee naar huis. En dan moet je dat in het water doen. En dan moet je het koken. En betalen. En betalen natuurlijk. En tegenwoordig is het alleen maar het langste kastje. Nou, wat je nu deze mogelijkheid meeneemt. Als je ze dan verdeelt, moet je niet weggooien. Jij mag het ook een keer doen. En dan ga je dat thuis in de grond stoppen. Of in de bloempot. En misschien komt er dan wel wat uit. Ja, bijna goed. Homer, deze één levert is wel goed. En als je nou op de stoel gaat zitten, kun je het niet tussen je knieën zitten. Tussen je knieën. Oh ja. Dat heb ik al op school ook al gedaan. Oké. In groep 5, denk ik. Nou, zo is het niet. Is het erg? Kijk, dat kan ik wel doen. Ik ook niet. Precies. Speel jij met de winkel? Wat ga je dan beneden? Ik ga wel. Ik ben leuk. Pak je zakje. Dat doen wij thuis ook, maar dan elektrisch. Niet verder halen. Niet verder halen. Ja, ze hebben het net gemaakt. En dan nog even de keer. Dan kan je even je koffie laten ontsnappen. Ja hoor. Gaan wij een koffie drinken? Ga jij een koffie drinken? Ja. Ja. Nou, dat is wel over twee. Nee, zat hier poep in, hè? Poepluiers. Zat er ook in bij ons thuis? Nee, dat was eerst zo. Oké, dit is wel lekker goed. Zou het zo? Goed met de buiten in je staan. En dan goed. Ja. En als het er dan niet uitging, Mandy. Als het er dan niet uitging, dan moet je zo. Doen. Ja, met een bosje. Ja. Dat weet je ook wel hoor. Terug in de tijd. Zo, hier tussen. Even met bosje doen. Nee, dat wil ik doen. Dank je. Ja, dat is zo. Oké, op de ronde. Ja, moet je dubbel doen, eerst dubbel doen. Ja, dat is het. Nee, maar ik wil graag. Kijk uit voor je vingers, hè? Leuk eraan. Ja. Uit kijken voor je vingers. Ja, draaien. Goed, hier vast houden. Ja. Ja, mooi.
Goed zo, meisje. Ja. Dan zo dadelijk de was doen. Ja. Kijk, het gewoon van in mijn schouw. Ja. Toen ik bij de gezin zag, ik hoor. Hoe zie ik dat dan? Dat wil ik nog een keer horen. Nog een keer? Ja.